Toegang tot de rechter is een mensenrecht. En bovendien, zo blijkt, cruciaal voor duurzame economische groei. Maar het grondrecht, naar nou de rechter stappen wanneer je dat belieft, staat onder druk. Voor veel mensen en voor kleine bedrijven is het simpelweg te duur. Dat is een van de belangrijkste redenen. Wordt de rechtsstaat onbetaalbaar? Daarover ga ik praten met hoogleraar privaatrecht Xandra Kramer. Goed dat je er bent, Xandra. Um, ik zeg hoogleraar privaatrecht, je bent... Ook nog rechter, hè, geloof ik. Ik ben rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam. Rechter-plaatsvervanger. Ja. Dat maak je dan een beetje uren? <laughs> ik maak niet zo heel veel uren. Uh, als er grote zaken zijn... Uh, mijn specialisme is internationaal privaatrecht. Dat zijn internationale uh, zaken tussen bedrijven en tussen uh, nou, ook, uh, private personen. En uh, in dat soort zaken word ik soms ingeroepen... om, uh, om dan als derde rechter erbij te zitten... Mm -hmm. Um, en daarmee heb ik mijn input en kan ik, he, wat ik uh, uh, aan de universiteit doseer en waar ik onderzoek naar doe, ook in de rechtspraak. Als het echt uh, ingewikkeld wordt, dan vragen ze jou erbij. Uh, <laughs> niet altijd, soms wel. Oh, ja. um, we gaan het hebben over burgerlijk procesrecht. Ja. Um, wat is dat? Burgerlijk procesrecht is, uh, dat zijn... Nou, we hebben er een heel wetboek van. <laughs> Daar staan heel veel regels in, meer dan duizend. Uh, maar eigenlijk gaat het iedere keer om hoe kun je je recht halen. En uh, tijdens mijn carrière, nadat ik mijn proefschrift had afgerond, heeft iemand mij wel eens gevraagd: waarom vind je dat nou zo interessant? Is het niet veel interessanter uh, wat nou de rechten zijn en de plichten zijn en hoe zich dat allemaal moet ontwikkelen? Hebben al die rechten? Zeg ik: ja, maar eigenlijk, uh, die rechten vind ik heel mooi en het is heel belangrijk dat mensen zich daarmee bezighouden. Maar ik vind het ook heel interessant om uh, te kijken hoe je dat recht kunt afdwingen, hoe dat op de beste manier kan, hoe je dat recht kan handhaven. En ook hoe dat in een samenleving gebeurt, uh, welke mensen en bedrijven wel aan hun recht komen, anderen niet. Ja. Hoe kun je dat verbeteren? Ja, en wie daarin in de verdrukking komt, ja. mogelijke wijze, daar gaan we het over hebben. Jouw onderzoek, een aantal keer gehonoreerd met flinke beurzen vanuit Europa onder andere, maar ook van de Nederlandse onder onderzoeksfinanciers, um, gaat precies over die vraag, die toegankelijkheid van die rechtsstaat. Ja. Uh, hoe die onder druk staat en, en hoe financiering daarin een belangrijke rol speelt. Laten we even bij het begin beginnen. Um, waarin zit het hem dat die rechtsstaat onder druk staat en waarom is het zo lastig voor uh, individuen of voor kleine ondernemers om dat recht te gaan halen waar ze uh, recht op hebben eigenlijk? Hè? Ja, <laughs> dat is een hele ingewikkelde vraag. Uh, met allerlei mogelijke antwoorden. Uh, ten eerste is het zo dat. Uh, de rechtsstaat eh, is heel breed. Maar als je dan kijkt naar de rechtspraak binnen de rechtsstaat, dan is dat heel erg belangrijk. Maar het is één van de dingen waar we ons mee bezighouden. Hè. Als je nou, natuurlijk vanuit politiek standpunt bekijkt, dan is eh, veiligheid ook belangrijk. En is zeker nu ook weer gezondheidszorg belangrijk. Onderwijs is belangrijk. Um, en één onderdeel is dan ook de rechterlijke macht of de rechtsstaat. Dat is, dat is een van de elementen in het he, politieke stelsel waar geld naartoe moet ja. en wat gefinancierd moet worden. Dus er moeten altijd keuzes worden gemaakt. Um, de rechtspraak uh, vanuit mijn expertise, zeg ik, die wordt vaak ondergefinancierd. Mm -hmm. Er zou eigenlijk meer geld naartoe moeten. Maar ik begrijp dat mensen in de zorg hetzelfde zeggen en in, vanuit het exact. onderwijs. Ja. He, dus dat is altijd een, een afweging die er gemaakt wordt. Um, wat. Ontzettend belangrijk is, is dat die rechtelijke macht en die, die afdwinging van het recht zoals we dat nu hebben in Nederland, want dat is wereldwijd en ook Europees gezien eigenlijk best goed. Het kan beter, maar het is wereldwijd gezien een van de betere rechtsstelsels. Uh, dat is ongelooflijk belangrijk. Je noemt het al de, voor de economische ontwikkeling. Uh, voor bedrijven is het ongelooflijk belangrijk dat als zij een geschil hebben, dat ze dat op kunnen lossen ja. en dat ze dat ook via de rechtelijke macht kunnen doen. Ja. Voor een deel gaat het nu via arbitrage, dus private rechtspraak, maar dat moeten ze ook in de publieke rechtspraak kunnen doen. Maar ook voor bedrijven die altijd te maken hebben met Consumenten die niet betalen, ook die moeten hun recht kunnen halen. Ja. Maar ook consumenten die stelselmatig uh, te maken hebben, of niet stelselmatig gelukkig, maar die regelmatig te maken hebben met uh, producten die niet in orde zijn, uh, producten die niet geleverd worden, te laat geleverd worden, uh, of waar bepaalde prijsafspraken door bedrijven zijn gemaakt waardoor er te veel dwangsommen die opgelegd worden, ja. Betaling, betalingsverplichtingen. Ja, die... ja, Precies. Dus ook die consumenten moeten hun rechten kunnen afdwingen of moeten zich kunnen verdedigen ja. als ze ja, en nou zeg je. Jij ja, begon dit het, 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 het betoog met dat er bezuinigd is op die, die rechtspraak. Ja. En is dat dan een soort van uh, het logische gevolg is dan dus dat de burger dat zelf moet betalen en dat het wordt dan duurder? Hoe zit ja. hem. Ja, nou enerzijds is het zo dat in de. Rechtelijke macht moet geïnvesteerd worden. Dus dat moet goed op orde zijn. zodat rechters snel en efficiënt hun werk kunnen doen. Ja. Dat ze de juiste ondersteuning hebben. Want dan wordt de rechtspraak uh, minder duur. Ja. Dus er moet meer geld in om het efficiënter en beter te laten verlopen. Dat is de ene kant. Als dat niet gebeurt, dan moet je al moet je als deelnemende partij. of als iemand ja. die uh, iemand anders uh, de, de, in, voor de rechter daagt eigenlijk. Uh, dan moet jij het zelf betalen? Nou, zo is het niet. Uh, maar het verhaal heeft eigenlijk twee kanten. Dus het is de, de, de uh, uh, investeringen die in de rechtelijke macht moeten worden gemaakt om het goed te laten verlopen. En de andere kant is dat. Uh, burgers, maar ook bedrijven... de mogelijkheid moeten hebben om naar die rechter toe te gaan. Ja. Procederen is duur. Uh, daar betaal je griffierechten voor. Hè, dus voor de, voor, de, nou, hè, voor de rechtspraak zelf. Maar ook bijvoorbeeld een advocaat. In veel zaken zijn advocaten Precies. verplicht. Of ook ja. als het niet verplicht is, is het vaak toch wel verstandig. Omdat ook gebleken is dat procederen zonder advocaat... ongelooflijk moeilijk is, omdat het recht gecompliceerd is. Ja. En dan zeg je dat, dat die toegang... Het is duur naar ja. de rechters, dus, omdat die advocaat duur is... De ja. Proceskosten, griffiekosten zijn duur. Uh, dat niet alleen, het duurt ook nog eens vaak heel erg lang ja. voordat je uh, er iets aan hebt, eigenlijk. Toen zei jij, dan zeg je van: de, Een van de mooie voorbeelden daarvoor is wat je nu ziet gebeuren in Groningen rondom uh, de NAM. Kun je dat uh, toelichten? Ja. ja, nou wat daar vooral aan de hand is. Uh, um, Waar het daar lastig voor gemaakt is, is dat het eigenlijk ondoorzichtig is. Dus welke, welke rechten hebben burgers en welke mogelijkheden zijn er om hun recht te halen? Mm -hmm. In vooral... theorie, je zou eigenlijk zeggen, in theorie is het: heb je, je, je huis is ingezakt. Ja. Uh, je denkt, nou dat heb ik niet gedaan. Dat komt omdat iemand naar gas ja. zit te boren onder mijn huis. Dan ja. ga ik eens even een zaakje van maken. Dat doe je. En vervolgens zegt iemand, nou inderdaad, dat is te wijd aan de nam. Uh, u hebt recht op een schadevergoeding binnen afzienbare tijd. Zo zou het eigenlijk moeten zijn? Zo zou het moeten zijn, maar zo werkt het niet. En eh, rond de, de gaswinning in Groningen zijn allerlei zaken geweest. Bestuursrechtspraak, spraak, civiele rechtspraak. En dat is ook goed dat er verschillende wegen zijn. Maar voor burgers is het niet altijd duidelijk geweest, en is het nog steeds misschien niet duidelijk, welke wegen er zijn. En is ook die civielrechtelijke weg, hè, dus het gewoon het bedrijf dagvaarden die dat veroorzaakt. En daar schadevergoeding voor krijgen binnen afzienbare tijd blijkt ontzettend lastig te zijn. Ja. En wat moet er veranderen om dat. Te verbeteren. En is het inderdaad, zou het haalbaar zijn? Hè? Zou, op de tekentafel kan het misschien uh, uh, er mooi uitzien. Mm -hmm. uh, maar is het haalbaar, een samenleving en een, een, een rechtspraak waarin je uh, dit inderdaad kunt doen, of wordt dat is dat gewoon niet te betalen? Um, het blijft natuurlijk een afweging. Niet al het geld kan naar de rechtspraak gaan. <laughs> het, is, mm -hmm. wat ik al zei, het is een van de van de belangrijke zaken. Ik vind wel hè, de, de rechtspraak is wel echt een ruggengraat van een democratische samenleving. Dat blijf ik iedere keer ophameren. Uh, en dat is soms ook aan, aan economen... of misschien ook mensen die zich met geschiedenis bezighouden... iets lastiger te vertalen of uit te leggen. Maar het is ongelooflijk belangrijk. Want wat en is de moet... schade die je als samenleving oploopt... omdat ja. er nu wat zand in de motor terecht is gekomen ja. van, die, van die rechtsstaat? Ja, nou ja, als je het natuurlijk echt hebt over investeringen in de rechtelijke macht... en het waarborgen dat ze uh, goede kwaliteit kunnen leveren en onafhankelijk zijn... Dan hoef ik alleen maar in Europa niet te verwijzen wat er in Polen of in Hongarije gebeurt, of wat er eerder in Turkije is gebeurd. En dat zijn natuurlijk echt fundamentele aanslagen op, op, de, op de rechtsstaat. Mm -hmm. Dus dat is dan even wat, wat heftiger dan het, dat, wat er in Nederland aan de hand is, waar het om het geld gaat. Uh, maar het is wel ongelooflijk belangrijk om dat in de gaten te houden. En ook voor de economische groei is het van belang, want als bedrijven niet gemakkelijk de mogelijkheid hebben om uh, niet betaalde schulden te kunnen innen. Um, dan lopen ze daardoor economische schade op. Ja, dus ook als je ja die bedrijven, dat zal me eerlijk gezegd worst wezen. Ik, vind, hmm. ik zie vooral die burger die ja. in de verdrukking raakt. Hè, en, en, en voor wie het steeds lastiger is om, om die toegang te vinden. Um, moet er is, daar, is bezuinigd op de rechtsbijstand, onder andere. Um, zijn dat dingen die weer. Uh, opgeschroefd zouden moeten worden. Dus moet, is, is dat een weg die behandeld moet worden, bewandeld moet worden? Moet het misschien niet gewoon gratis worden? Om de... eh, gebeurt dat überhaupt ja. ergens? Dat het ja. gratis is om naar de ja, rechter te in, stappen uh, als in, burger? In, ja, in sommige landen, zoals Frankrijk, is uh, de rechtspraak voor sommige zaken niet voor alle zaken gratis. Dus dan betaal je geen Griffierechten. Oh, ja. In Nederland is het zo dat de Griffierechten afhankelijk zijn, en dat is in de meeste landen ook wel zo, uh, van de grootte van de, van, de, van de vordering of de hoogte van de vordering. Uh, maar dus juist... hoeveel je van iemand anders ja. wenst uh, te ja, zien, hoeveel precies. geld. Hè? ja, ja. Uh, Maar juist als je dan ziet de lagere bedragen, de lagere vorderingen, betaal je relatief veel voor. Als je bijvoorbeeld hebt over een vordering van 600 euro, wat een vrij gemiddelde consumentenclaim is. Uh, hè, als uh, je bankstel niet in orde is of een vliegreis of nou, dat soort zaken. Dan uh, um, betaal je meer dan 230 euro. Oh ja. Uh, dat is relatief veel. En dat is ook bijvoorbeeld vanuit Europa hebben we een, een Europese procedure voor geringe vorderingen, small claims. En de Europese Commissie heeft geprobeerd om voor dit soort vorderingen te bewerkstelligen dat je maximaal 10% van de vordering uh, aan kosten zou moeten betalen. Oh ja. Dus 100 euro is uh, dat het maar 10 euro kost. Ja. Um, dat is Ik wist, het, het valt mij eerlijk gezegd nog wel mee, 230 euro. Ik dacht, als je naar rechter staat, je bent ja. sowieso, uh, loop je sowieso leeg op een advocaat. Ja. En op... ja, maar dit zijn alleen maar de griffierechten. Ah, ja. Dus okay. dit is alleen maar wat je aan de rechtbank betaalt. om je zaak uh, aanhangig te kunnen maken. He, zonder dat wordt hij niet, niet behandeld. Daarnaast, als je dan een advocaat zou willen. dan is het in Nederland zo. Uh, dat voor zaken bij wat we noemen de kantonrechter, wat onderdeel is van de, van de rechtbank, en dat zijn zaken met een maximale hoogte van 25.000 euro, heb je geen advocaat nodig. Uh, dus je kunt dat zonder advocaat doen en dan zou je met die gifhi rechten ja. klaar zijn. Maar ik hoor hier een beetje er... tussen de regels door, is niet Precies, handig. Dat is advocaat... niet handig. En er komen ook altijd nog andere kosten bij, van betekening van stukken. Dus er zijn altijd nog extra kosten die daarbij komen. Dit ja. is alleen maar wat je aan de rechtbank betaalt. Ja. Uh, ik, dacht, ik dacht echt, in de voorbereiding op dit gesprek, dacht ik: ik zou in heel veel gevallen, dacht ik, oh, je zou dan maar, inderdaad. Naar de rechter kunnen stappen, maar ik zou dan: ik ga dan boos twitteren naar een bedrijf of mm -hmm. ik ga eh, een brief naar de consumentenbond sturen ja. of is de is dat, is dat niet veel meer? Zeg maar is dat er misschien een beetje voor in de plaats gekomen? Ja. Een mailtje naar de rijdende rechter of het trosradar, of of de, 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 de consumentenbond heeft dat een beetje die die rechtspraak voor de voor de voor de, voor de burger vervangen? Misschien bijna ja. Um... Kijk, de rechtspraak en toegang tot de rechtspraak is altijd wel een punt geweest. Het is niet dat dat alleen van recente datum is, mm. maar zaken zijn wel, het recht is ingewikkelder geworden, de maatschappij is ingewikkelder geworden, producten die we hebben zijn ingewikkelder geworden. Dus er dus is ook meer, het aantal rechtszaken is op een gegeven moment toegenomen, maar is later weer afgenomen, omdat het inderdaad moeilijk te bereiken is en, en financieel uh, vaak niet haalbaar is. Um, er zijn alternatieve wegen gevonden. En die zijn soms ook goed. He, ik denk ook bijvoorbeeld een consumentenbond um, is ontzettend belangrijk. En wat een consumentenbond niet alleen maar doet is, je kunt niet alleen maar klachten uh, neerleggen, maar die voeren ook collectieve acties. Collectieve acties, als we bijvoorbeeld zeggen een bepaald product, een telefoonaanbieder of een internetprovider of wat dan ook, die gaat stelselmatig over de schreef, heeft voorwaarden die niet duidelijk zijn, misleidend zijn, vraagt te veel geld, weet ik wat. Dan kan de Consumentenbond daar actie op ondernemen. En dat doen ze ook via collectieve acties. En die collectieve actiemogelijkheid is in Nederland net ook weer uitgebreid. Uh, dus dat doen ze ook. En dat is ook een van de wegen die je kunt bewandelen. En die ook goed zijn. Want juist als het gaat om. Hè, als iedereen uh, bijvoorbeeld door een telefoon, uh, telefoonprovider. Uh, 10 euro misloopt per jaar. ja, daar gaat niemand voor procederen. En nee. misschien moet je dat ook niet willen als maatschappij. Maar dan kun je dat juist bundelen in een claim. En kan bijvoorbeeld de Consumentenbond. Uh, of een andere organisatie die, uh, dat op zich nemen. Je ja. noemde net Frankrijk. wat is het land in Europa. waar je het. als je deze thematiek. Uh, indachtig houdt. Uh, waar je het beste kunt gaan wonen, ja. ik denk Nederland is wel een van de betere uh, landen in, uh, op dat gebied. Um, Frankrijk voor consumentenclaims wel, maar voor anderen weer niet zo. In Duitsland is het ook goed geregeld. Um, minder goed is het bijvoorbeeld in, in Italië, maar dat komt ook omdat de rechtspraak uh, of dat zaken ontzettend lang duren, dus mm -hmm. het duurt heel lang voordat je aan je recht komt. Um, hoe meer je, Jammer genoeg naar het oosten gaat, hoe lastiger het wordt. Dus in, in Polen bijvoorbeeld wordt er heel weinig geïnvesteerd in rechtsbijstand. Maar ook bijvoorbeeld in Engeland. En dat is ook een van de aanleidingen. In het, in het Engelse recht speelt ook bij Nederland of in Nederland en binnen Europa een belangrijke rol. Ondanks de, de Brexit uh, zal Engeland daarin uh, heel erg belangrijk blijven. Uh, en daar is eigenlijk in, in 2018 ik, in het parlement zijn er vragen over gesteld dat de rechtspraak zo ontzettend duur is geworden, dat bijna iedereen daar zonder advocaat procedeert en dat allerlei private partijen zich hebben opgeworpen om ook een beetje rechtshulp hier en daar te bieden, mm -hmm. waardoor eigenlijk fundamentele rechten niet meer gewaarborgd kunnen worden. Dus daar is het juist heel slecht. Ja, je hoort vaak bij dit soort ontwikkelingen... op termijn komt dat ook naar Nederland. Ja. We kijken ja. altijd heel erg ook naar de Verenigde Staten. Niet alleen naar het Verenigd Koninkrijk, maar ook naar de Verenigde Staten. Uh, is dat een terechte angst? Dat, dat, ja. Uh... ja, het is uh, heel vaak... Uh, dingen die in Amerika gebeuren in het recht komen ook naar ons toe. En vroeger waren dat goede dingen. Zoals bijvoorbeeld uh, consumentenbescherming. Die komt voor een groot deel... Uh, uit de Verenigde Staten, mm -hmm. maar is daar afgebrokkeld en in Europa gelukkig in stand gebleven. Uh, maar ook als je kijkt naar dit soort ontwikkelingen in het afdwingen van het recht, uh, dan komt dat vaak ook naar Europa toe. En een van de dingen is dat de investeringen in de rechtelijke macht in de Verenigde Staten heel klein zijn, waar het gaat om de civiele rechtspraak. En dat daar bijna alleen nog maar via private rechtspraak, dus via uh, arbitrage's en allerlei andere geschillencommissies, wordt geprocedeerd. Dat kan voor een deel goed zijn. Hebben we in Nederland ook, en dat is ook waardevol, want mm -hmm. niet alles hoeft bij een publieke rechter. Een Soort mediation voor grote ja, bedrijven is klot. dat eigenlijk. Maar dat betekent wel dat de rechtsontwikkeling en de rechtsvorming. Uh, Eigenlijk tot stilstand komt. De publieke rechtspraak is ongelooflijk belangrijk, omdat het openbaar is, de rechters zijn onafhankelijk en uh, nou ja, iedereen nou ja, in coronatijden is het wat lastiger. Kan naar de rechtbank toe om daar zaken te volgen. Ja. Journalisten ja. kunnen daarbij zijn. Dus het is heel transparant wat daar gebeurt. En in die private rechtspraak is dat veel minder transparant. En ze doen daar ook goed werk, dus het is ook niet iets negatiefs. Dus die privatisering van het recht, die, moeten we, die, 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 mogen, die mogen ze daar houden? Nee, en... die hebben we ook en die moet ook blijven, maar moet niet dominant worden. In ieder geval moeten consumenten en bedrijven een keuze hebben. Uh, tussen een overheidsrechter en tussen private rechtspraak. En dat moet dus ook in kosten. Uh, moet dat niet zo zijn, ja, ik kan alleen maar die mediation of geschillencommissie, want naar de rechter is veel te duur en veel te ingewikkeld. Dat mag niet. Ja. Um, moet er een. Binnenkort iets veranderen in die rechtsbijstand? Of moeten advocaten misschien niet gewoon wat minder hoge tarieven gaan hanteren? Ja, er is een aantal jaren. Wordt er, is men bezig met het stelsel van rechtsbijstand op de schop te nemen? Want er is rechtsbijstand in Nederland. Dus voor on- en min vermogenden heb je recht op financiering van de rechtsbijstand. Maar dat is alleen. Ja, als je onder een bepaalde inkomensgrens zit en die is behoorlijk laag. Um, en er blijven toch allerlei kosten ook nog, nog uh, bij zitten. Dus het is nog steeds een dure aangelegenheid. Men um, uh, nou, dus spreekt daarover, over de, de herziening daarvan. En daar is in die discussie, bleek dan of werd er gezegd, ja, in de afgelopen 17 jaar. Uh, is de rechtsbijstand alleen maar meer geworden? En wat we daaraan uitgeven, dat klopt ook. Maar alles is in de afgelopen 17 jaar veel duurder geworden. geworden hè? Ook het, het hele leven, uh, de dat supermarkt, heet, heet alles inflatie, is veel duurder geworden. Ja. Precies. Dus dat, dat is die bedragen of, worden dan genoemd. Er is veel meer. Nee, dat is overal zo. Overal is dat uh, zo gegaan. Eigenlijk is het zo dat de rechtspraak en rechtszaken steeds duurder zijn geworden. En dat proportioneel rechtsbijstand minder is geworden. Over die advocaten die vragen in grote commerciële zaken veel. Dat is zo. Maar grote bedrijven kunnen dat vaak ook financieren en mm -hmm. hebben daar ook baat bij om, om fancy, mooie Ja, nou, Ik te denk hebben. als ik naar een advocaat toe stap, dat ik, dat ik zo 200 euro per uur kwijt ben. Dat toch? Ja, ja, dat klopt. is toch een hoop ja. geld. Ja. Ik verdien het niet hoor, vanavond. Ja. Hier. En in de. Uh... Ja, ik denk, zeg het maar even. Ja. In de, uh, we hebben altijd de sociale advocatuur gehad, die zich ook niet alleen met civiele zaken, maar ook met, met bijvoorbeeld vreemdelingenrechtspraak en andere zaken bezighoudt. Strafrechtspraak natuurlijk. Maar de sociale advocatuur staat al. Heel veel jaren ongelooflijk onder druk. Want die moeten ook ergens hun brood verdienen en dat wordt ook voor een deel dan vanuit de overheid gefinancierd. Maar die advocaten, de, de, de sociale advocatuur, is een stuk kleiner geworden, omdat die mensen simpel niet meer rond kunnen komen. Ja. Dus keihard werken voor ongelooflijk weinig geld. Ja. Is het ook een probleem, jij, jij ziet de, de advocaten van de toekomst voorbij komen natuurlijk ja. in de collegebanken. Die willen allemaal dat secties, de, 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 de nieuwe, de, nou Moskovits denk ik niet meer, hè. hoop ik niet dat ze dat nog ambiëren, maar <laughs> uh, ze willen allemaal de, de, die, 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 die gepercipieerde glamour in ieder geval van dat strafrecht uh, opzoeken. Uh -huh. Is dat ook niet een beetje een probleem, dat, dat dat de kleine zaken en, en waar, de, waar de rechtsstaat misschien echt vorm krijgt. Ja. Dat dat niet zoveel belangstelling heeft van, van aanstaande advocaten. Ja, nou ja, ik zou het zo zwart-wit niet willen zeggen. We hebben studenten van ja. allerlei vormen, soorten en maten. Um, ik, ik maak ook wel eens de grap, hè, ik geef ook internationale arbitrage, geef ik ook college in en zeg ik van nou, als je echt veel geld wil, ver, dan moet je arbitrageadvocaat worden. Ja, and acquisitions. Ja, en, uh, ja, klopt. Maar ik laat ook altijd de andere kant zien en heel veel studenten, als je het over uh, consumentenrechtspraak hebt, over kleinere zaken en juist over die kleine man, vinden studenten dat ook heel interessant. Dus je hebt allerlei uh, soorten studenten. Uh, alleen, ja, je moet wel ook als advocaat rond kunnen komen. En als er heel weinig consumentenzaken zijn. omdat er ook consumenten die zaken niet meer aan willen brengen. al vanwege het schip-recht en de complexiteit. Ja, dan is daar ook geen, geen geld meer mee te verdienen. Ja. Dus dat, uh, dat speelt ook een rol. Ik ga gewoon eens iemand. Uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik ga gewoon eens iemand aanklagen. Ja. Toch? Ja. <laughs> ja. Dank. Uh, goed dat je er was. Sandra Kramer. Graag gedaan. Geef een groot Applaus. <applaus>